Zie ik nog zo goed Sylvie Meijs voor me met een prachtige gala-jurk en alles in gala-jurk. En dan denk ik, ja, jij bent wat dat betreft natuurlijk ook heel anders. Zitten jullie in elkaar? Hoe is dat voor Rafael? Die heeft toch eigenlijk een 360 graden gedraaid. Dan moet je hem even bellen hoe die dat vindt. Kunnen we hem bellen nu? Ja, even, van mij mag je hem bellen. Kunnen we hem even bellen, ja. Voor de mensen die denken, wat heb je sportieve kleding aan voor een chic interview? We gaan het over een bijzonder project hebben, Estefana, zometeen. Maar we zijn bij Schiphol in de buurt. Je bent net hier geland. Ja, dat klopt. Vanochtend. Lekker vroeg. En ben je ook weer met beide benen op de grond beland? Want je hebt 6 punten gescoord dit weekend bij je nieuwe club. En je bent goed op de hoogte. Heb je het gezien of niet? Ik heb het gezien. Jouw Instagram story. Nee, het gaat lekker. Gewonnen, belangrijk. Dus het gaat heel goed. In mijn trainingspak. Ja. Maar dat heeft wel een reden. Dat heeft een reden. Ja. Nou, vertel die dan maar meteen. Nou, we hebben Studio S bij de Kruidvat. Ja. Een nieuwe collectie. We noemen het 1 keer, hè, want anders denken ze, wat een reclame. Anders is het te veel reclame. Voor iedereen. Ja. Betaalbaar. Wat is betaalbaar? Nou ja, in ieder geval, het kost je geen 100 euro voor een sweater. Ja. Dus betaalbaar in die zin. Ik denk dat het voor veel mensen betaalbaar is. Nou, je begint al gelijk reclame te maken. Ik wilde eerst nog even terug naar Roemenië, waar je tegenwoordig... Ik ben goed in geïnstrueerd, hè? Ja, maar ik ook, hè? Ik wilde toch even van je weten, want ik had het over landen. Hoe heb je het daar? Want je woont er nu 1 maand, geloof ik. Ja. Hoe is het daar? Ja, echt te gek. Ja, ik zit helemaal op mijn plek. En dan zeg je Roemenië, ja... Ik zit echt een grote stad, rust, maar ook misschien wel omdat alles wat er gebeurd is natuurlijk. Ja. Op een gegeven moment ben je klaar ergens en dan ga je naar een volgende stap. En dan kom je in Roemenië uit? Ja. Hoe dan? Ja, hoe dan? Ja, dat komt dan op je pad en dan krijg je een contract voor je gelegd en dan denk je... Heel veel geld? Nou ja, dat zeg ik niet. Nee. Maar Champions League en leuk contract. Ja. En weer het hoogste niveau. Heel veel geld. Wat is heel veel geld? Nee, Het gaat lekker en ik voel me goed. Dus dat is het allerbelangrijkste. En als je je goed voelt, dan kan je ook presteren. En ik denk dat ik op de juiste weg ben. Nou, ik vind dat wel opvallend dat je dat zegt. Ik voel me goed, want ik las een interview met je voordat je ging. En dan zei je, ik moet dan wel mijn gezin achterlaten nu tijdelijk. Ja, hoe is dat dan? Jesselyn is gewoon bij mij, onze dochter. Dus die is gewoon met mij mee. En Raf en Dami die zitten daar tot juni. Ja. Die hebben nog een contract. Dus het is 5 maanden overbruggen. Maar goed, we gaan op en neer. Vandaag zie ik hem weer eventjes. En als het kan, zien we elkaar. En die 5 maanden is ook zo voorbij. En soms moet je gewoon dingen doen. En als je er met z'n allen achter staat, dan komt dat wel goed. Dus het heeft geen consequenties voor de relatie. Het gaat nog hartstikke goed. Het is juist goed om elkaar te missen. Nou ja, ik kan ook niet zoveel ruzie maken. Oh ja, zo maken jullie veel ruzie. Nee. Nou ja, ik maak ruzie met hem, maar niet met mij. Maar nee, het gaat hartstikke goed. Ik geloof, als het goed zit, zit het goed. Of je nou 5 maanden met elkaar, 5 maanden zonder elkaar. Ja. Als het goed is, is het goed. Want hij gaat weg bij Esberg, heeft hij gezegd, omdat hij het een te zware baan vond. Hè. Hij steekt er een beetje de draak mee, dat het allemaal niet zo heftig is. Of gaat hij echt terug, omdat hij jou ook daadwerkelijk mist? Wordt hij straks gewoon, handbalman noem je dat dan. Hè? Geen voetbalvrouw, maar een handbalman? Nou, hij is gewoon lekker af. Maar hij komt ook natuurlijk voor ons. Ik heb nog een paar jaar te gaan, hoop ik. Als alles natuurlijk heel blijft. Dus, en daar kan hij ook gewoon vanuit daar kan hij naar Nederland werken. En hij vindt heus wel iets wat hij kan doen. Dus tuurlijk komt hij ook voor ons. Hij komt daar voor ons heen. Ik denk niet dat hij naar Roemenië gaat als wij er niet waren geweest. Maar nu hoorde ik hem dit weekend op televisie nog heel Ajax afblaffen. Alleen maar kritiek. Moet hij daar niet aan de slag? Zou hij assistent-trainer daar willen worden, denk je? Nou, dan zou je moeten vragen. Nou, we praten toch wel eens met elkaar? Zou hij het willen, denk je? Nee, we praten wij doen hele andere dingen, maar niet praten. Hij is wel kritisch, ja. Ik zeg wel eens, doe ze een beetje positief, joh. Maar, Ja, soms. Te negatief? Nee, hij doet het hartstikke goed. We zijn hartstikke trots op hem. Ja. Maar hij mag soms wel een beetje positief. Damian, die jij zegt, die moet ook nog 5 maanden. Stopt hij dan daar, in Denemarken? Dat weten we nog niet. Dat zullen we zien. Waarschijnlijk wel. Oké, wat gaat hij dan doen? Hij heeft geen contract, dus dan gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar wat denk je daar over na om ook in Roemenië een club te zoeken dan? En we denken overal over na. Het is maar net wat er op je pad komt. Ik voel dat hier een gevoelig lekker, punt. Nee, ja, je mag lekker niks weten. Ik mag daar niks van weten, maar ik voel wel dat er iets in de maak is. Tuurlijk, hij is ook een voetballer en hij doet hartstikke goed. Dus er is ook interesse van overal. Dus hij heeft niks te klagen. Laten we eens even naar het rekje gaan, want ik ben benieuwd. Daar kwam hij voor, dus we gaan. Voor. Wat is nou wat wil Rafael nou dat je 's avonds draagt dan, als jullie elkaar vanavond weer zien? Nou, vanavond hebben we date night, dus vanavond gaan we gezellig eten en dan mooi. Ja, dan ga je mooi aankleden, maar normaal gesproken ben ik meestal
in sportkleren. En wat vindt hij dan leuk? Alles. Hij vindt alles leuk. Ja. Ligt er ook een beetje ambitie van jou om hier meer mee te doen? Nou, het is wel leuk om iets anders te doen daarnaast. Kijk, straks houdt handbal ook een keer op. En dan ga je toch een keer kijken, oké, wat ga je daarna doen na je handbalcarrière? En dan zijn deze... Het is leuk. Ja. Het is leuk, leuk bijsnabbelen. En... Oh ja, is het ook een lekkere snabbel? Tuurlijk. Ja. Ja, dan zou ik je leggen. Ik zou liegen als ik zeg nee, dat natuurlijk niet. Ja, maar je verkoopt het zo goed. Ja. Ik denk bijna dat je doet het, zonder geld. Ik heb vanochtend geoefend in de spiegel. Hoe ik het. Nee, geitje. Nu zat ik onderweg te denken, hè, hier naartoe. En bij het voorbereiden van het interview, dat denk ik bij Rafael. Dan zie ik nog zo goed Sylvie Meijs voor me. Met een prachtige gala-jurk en alles een gala-jurk. En dan denk ik, ja, jij bent wat dat betreft natuurlijk ook heel anders. Zitten jullie in elkaar? Hoe is dat voor Rafael? Die heeft toch eigenlijk een 360 graden gedraaid. Dus moet je hem even bellen hoe hij dat vindt? Kunnen we hem bellen nu? Ja, van mij mag je hem bellen. Kunnen we hem even bellen? Ja, want jij zegt maar zo. Het is wel anders, maar goed. Ik ben heel goed met Sylvie. Moeten we ook heel hard om lachen met z'n tweeën. Want we zijn ook heel anders. Ik bedoel, ik kom met mijn trainingsbroekje aan. En denk, dat is toch mooi? Dat is toch heel... dat is toch... Ja, dit is heel anders. Ja. Maar ook wel weer leuk. Want je kan ook wel een keer zeggen... Hoe dan? Waar heb je dat nou gekocht? Moet ik ook eventjes weten. Want met de kerst waren jullie nog met z'n allen bij elkaar. Ja, dat was gezellig. En hoe gaat dat dan? Laat ze dan al haar strandvideo's zien waar ze in paradeert? Nee. We gewoon gezellig kerst vieren met z'n allen. En ik ben blij dat dat kan. Ja. Zo zou het moeten kunnen. En dat hebben we gedaan. En Damian was heel blij. En daar uiteindelijk gaat het om. En het was heel gezellig. En ze zijn volgend jaar weer uitgenodigd. En we hebben een goede band samen. Ja. En het gaat hartstikke goed. Over jullie toekomst samen. Hoe zie je dat voor? Je bent nu natuurlijk druk in Roemenië. Je zegt, ik heb nog een paar jaar. Hoeveel jaar wil je eigenlijk nog door? Nou ja, ik heb natuurlijk ook wel mijn dromen. Ik bedoel, dat is Olympische Spelen en dan hebben we nog WK eigen land. Ja, dat zou ik heel graag willen spelen, maar dat is nog tot 2025. Ja. Maar er kan zoveel gebeuren, ik weet ook zelf, ik heb blessures gehad. Dus ik kan ook maar zo... Dus als alles goed gaat, hoop ik dat nog mee te pikken. En dan, en daarna zien we wel weer. En dan uiteindelijk, dan heb je daarna heel veel tijd voor je gezin. Komt er dan nog een zoontje of dochtertje bij wat jullie betreft? Denken jullie daar wel eens over na? Tuurlijk, je denkt over alles na. Tuurlijk, maar op dit moment nee. Nu ben ik sporten en nu focus ik me alleen op de handbal. En op de kleding natuurlijk. En hè? Ook dat, ja. Nee, maar nee, het gaat hartstikke goed. En we zien wel wat het... Ik vind het heel leuk, die kleine doet het goed, Damian doet het goed. Maar voor nu, lekker handballen.